Inheemse dag in Galibi. Een dag uit Charmosa's leven. En speciale groeten uit Galibi. Goedenavond allemaal. Het is vandaag 9 augustus, de internationale dag der inheemse. Overal in Suriname zijn er activiteiten om dit te vieren. Dus ook in Galibi. Met 900 inwoners is Galibi het grootste Caraïbse dorp van Suriname. Elk jaar wordt op 9 augustus stilgestaan bij de rechten van de inheemse bevolking in de wereld. In 1994 werd deze dag uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Inheemsen. De bedoeling van deze dag is om anderen bekend te maken met de inheemse cultuur, zodat deze niet verloren gaat. Inheemsen, die vroeger Indianen genoemd werden, zijn natuurmensen. Als hun milieu verandert, veranderen ook hun leefomstandigheden. En niet alleen van hen, maar van iedereen. Daarom blijven de inheemsen opkomen voor het behoud van de natuur. In 2006 maakte de toenmalige regering deze dag tot een nationale vrije dag uit respect en waardering voor de eerste bewoners van ons land. De cultuur is nog overeind. En ik denk dat het belangrijk is dat we onze traditie en cultuur nog onder controle hebben. Nou, alles, een van de belangrijkste dingen is dat we de shamanen nog hier hebben. Dus dat zijn de mensen die traditionele geneeskennis hebben. En de zang- en dansgroepen die we allemaal hier hebben in het dorp. Een van de oudste bestuurssystemen in de Amerika's. De kapitein en Bashas, als ik dat zo mag noemen. En dat is heel belangrijk. Dus we hebben een van de oudste bestuurssystemen in de Amerika's, in Suriname. De taal, de Kalinga wat we hier spreken, is nog een van de oudste talen natuurlijk. Die we nog onder controle hebben. Niet alleen de tradities zijn bijzonder, maar ook de kleding. Elk kledingstuk heeft een eigen betekenis. Wat ik aan heb, is een schouderdoek. Speciaal voor de kapitein gemaakt natuurlijk. Dit zijn voor speciale momenten, speciale ogenblikken. Bij topontmoetingen. Bijzondere feesten, grote feesten. Als uit de rouw gaan, dan draag je zoiets helemaal. De mensen in Galibi vinden het goed dat er op deze dag extra aandacht wordt besteed aan hun cultuur en hun band met de natuur. Het is erg belangrijk, want je voelt zich nog in een natuur, een cultuur. Je behoudt die cultuur en dat wil je ook wijzen voor andere volken, ja? Zoals Hindustan, Japanen. Pas heb ik een paar dingen al, die grafwerk en die plekwerk om te verkopen voor inheemse dag, ja. Natuurlijk betekent deze dag heel veel voor ons als de oorspronkelijke in Suriname. De betrokkenheid van onze gemeenschappen mag toenemen. Dat we gewoon bewust van worden wat 9 augustus moet betekenen voor ons. Het is een dag, ik zeg niet dat we steeds moeten gaan terugblikken, zeker niet. We moeten verder. We hebben natuurlijk als een minderheidsgroep in Suriname een grote achterstand. En ik denk dus dat we willen inlopen. En dat kan alleen maar door eenheid en samenwerking. Niet alleen Galibi heeft een achterstand, maar ook de andere inheemse dorpen. Zij vinden dat hun leefgebied beter beschermd moet worden. In Paramaribo is de Palmentuin het middelpunt van het feestelijke gebeuren. Videogames, Facebook en televisie. Dit zijn allemaal dingen die je elke dag gebruikt. Maar in Galibi hebben de kinderen dit niet. Zij besteden hun vrije tijd anders. In Galibi is er maar één school, een lagere school. Als de kinderen geslaagd zijn van de 6e klas, gaan zij in Albina door naar de Mulo. In het dorp is er alleen elektriciteit door een lichtmotor. En die gaat 's avonds om 11 uur uit. Wat doen de kinderen hier dan allemaal? Dit is Charmosa. Zij vertelt ons over haar leven in Galibi. Ik heet Charmosa. Ik ben 10 jaar oud. Ik heb 3 zus. Ze zijn eentje in de 6e klas.
Eentje in de Milo, Albina. En mijn zus, die grootste, is op in de stad. Met zo'n twee dingen, dochtertjes. Charmosa vertelt hoe een normale dag van haar eruit ziet. Ik ga eens uit bed rusten. Dan ga ik even gaan baden. Ik eet brood, misschien met pindakaas, melk, cacao. Ik eet en als ik klaar ben, ga ik even parfum, zo. Ga ik mijn tas aandragen. Misschien gaan mijn matties even op me aankomen. Dan ga ik met ze mee. Als het bel gaat, gaan we in de rij staan. In de rij, daar uit volle bas zingen. Net als de kinderen in Paramaribo gaan die in Galibi ook gewoon naar school. Maar hun leven na schooltijd is iets anders hier dan in de stad. Ik ben vrij. Misschien gaat mijn vader naar Baba Santita. Ik ga schildpadden ook kijken. Soms het is app dat we wachten op vloed om te komen. Dat we even wandelen. We gaan even naar Kistjakonde en we komen terug. Dus soms zo, hè, zo hoe de water zo is. Gaan we visjes gaan vangen. Dus soms varen we met dingen. Kleine bootjes. Met mijn matties. Soms gaan we naar die kant. Ja, daar is een grote sjaal. Zo mooi, zo koud. Dan we gaan in de baden. Toen ik nog klein was, heb mijn vader me gewoon naar de waterkant gebracht. En zo heb ik leren zwemmen. De waterleiding in Galibi werkt niet altijd. Dus gaat Charmosa met haar zus naar de rivier om daar kleren te wassen. Dan we gaan dingen wassen, kleren wassen naar de waterkant. Dan we brengen poederzeep zo. Ik spoel die andere dingen was. Ja, daarna gaan we zwemmen. Zo is het. Om ons een beter beeld te geven van haar leven in het dorp, neemt Charmosa ons mee naar de supermarkt. Ik wandel zo. Soms mag ik met mijn vriendjes naar de winkel zo. Zoals jullie. Dan gaan we dingen even koekjes aan kopen. Dan vijf. De kinderen in Galibi zijn meer buiten dan binnen. Zij leven zonder elektrische apparaten. Ze kunnen altijd zwemmen en varen in de rivier. En dat willen ze niet missen. De bewoners van Galibi hebben nog een speciale boodschap voor iedereen. Wij van Galibi wensen iedereen een fijne inheemse dag. Yes, Galgo. Iupa Asewa Karashe ero inheemse dag me. Ik heet Yanki Genaro. Moro Kanya Gorichara Potemero Iwaima. En ook het 10 minuten jeugdjournaal wens jullie een fijne inheemse dag. Tot maandag, fijn weekend of Amia Kodera, zoals ze het in het Karinja zeggen. Doei!